wat er gebeurde in de vorige aflevering van Ark. En dan gaan we nu even kijken waar we het... Oh, C4. Ja, dat wilden we eigenlijk ook nog doen. Want er blijken dus overal in de wereld metalen baasjes te zitten, gecreëerd door de Wyvern Riders. En die kan je dus opblazen door middel van C4, et cetera. Die hele Manticore is ook de reden waarom Harm al die T-Rexen heeft. Hij heeft zo'n hele T-Rex farm. Oké, dan is dat het laatste stukje metaal wat erin zit. Gasoline loopt al lekker aardig door met de olie in de hide. Zal uiteindelijk nog hartstikke veel worden. Metaal gaat ook natuurlijk lekker zijn gangetje. Ik denk dat we wel even goed zitten. Yo dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een Ark Scorched Earth aflevering. We zitten weer midden in ons basisje. Maar ik was al enigszins dingen aan het voorbereiden. Ik heb namelijk in de cooking pot heb ik 95 medical brew staan. Ik heb ook hier in de chemistry bench heel wat cementing paste gemaakt. Zodat ik dat uiteindelijk in mijn fabricator kan doen. Want hier wil ik nog een paar extra rocket launchers maken. Want rocket launchers, heel leuk en aardig. Maar ze gaan nogal snel stuk. Ik geloof dat het gemiddelde iets van 6 tot 8 rockets was, totdat die helemaal stuk was. Dus gezien het aantal rockets wat we hebben van 55, betekent dat wij dus meerdere rocket launchers moeten hebben. Dus ik ga er denk ik nog een stuk of 4 bij maken. Even wat organic polymer erbij. Tenminste, misschien dat we in totaal 4 hebben, dus nu nog 3. Komt goed uit. Oké, daarnaast. Ik kon gewoon niet op de naam komen de vorige keer. Maar een trophy base wil ik hebben voor uiteindelijk de desbetreffende artifacts. Die staan hier. Oké. En dan hebben we obsidian nodig. Eens even kijken. 80 per stuk kostte het. Dus dan hebben we in totaal 240 nodig. Ik heb hier 194. En dan heb ik nog een klein beetje nodig. Volgens mij heb ik hier nog wel wat. Kijk aan. Even kijken. Oké, de rocket launchers zijn gemaakt. Deze repair ik nog eventjes. Zit dat ook goed? Ik ben blijkbaar level omhoog gegaan. Ik doe dat bij HP, want dat zullen wij wel nodig hebben. En dan kunnen wij hier nu de trophy beestjes gaan maken. En we hebben er 3 nodig. Daarnaast, volgens mij, om een manticore te spawnen, hebben we ook nog heel veel van die... Tenminste, dit kreeg ik van Harm uiteindelijk te horen. Van die Argentavis talons nodig. Ja, daar moeten we dus ook gewoon meer van killen om dat te krijgen. De Argentavis talon can be found on a dead Argentavis by looking in its inventory before harvesting. Harvesting it for raw meat, blablabla. Dus kortom, dood gewoon Argentavis en dan kom je uiteindelijk dit tegen. Maar, als het goed is, de trophy beestjes zijn af. Oké. Ik heb er niet echt een mooie plek voor. Shit, hier had ik even over moeten nadenken. Oké, hoeveel ruimte nemen ze in? 1, 2, 3. Ja, dat past niet zo lekker. Ja, fuck deze refining forges. Die gebruik ik niet. Dat kan lekker oprotten. Wat zit er nou nog in? Olie en hide. Oké. Jemig, dat pak ik dan wel. Ik wist niet dat ik nog zoveel olie had. Nou, mooi meegenomen. Zo, even hopen dat die troep snel weggaat. Want dan zetten we hier eentje neer. En hier eentje neer. En hier eentje neer. En daar bovenop zetten we dan... De crack. Wow, kijk, dat werkt. Oké, je moet het zeg maar equippen. Oké, dus zo. En dan zo. Kijk eens aan, dat ziet er gaaf uit. En misschien zag je het al aan de linkerkant, een beetje aan mijn, achter mijn hoofd. Zie je opeens, fucking tekst staan. Normaal gesproken was de tekst altijd midden groot in beeld. Dat hebben ze nu met een patch, hebben ze dat veranderd naar een andere plek. Nou, lekker interessant, boeien. Oké, wat hebben we nog meer nodig? Ik moest namelijk op een bepaald tijdstip, het is nu 1 over 3, om 3:15 moet ik ergens midden in de map zijn. Alleen ja, de map is niet meer te zien, aangezien er is een patch geweest waardoor er nu door middel van achievements dingen gehaald moet worden. Dus ik ga even in mijn omgeving rondvliegen, dat ik tenminste dat voor de map in ieder geval klaar heb. Even kijken of dat echt zo werkt hoor. Ga ik naar het zuiden en ontdek ik dan dingen? Ik zie het er niet echt bij gesketcht worden. Of wel? Jawel. Ik zie echt zo'n veegje die doortrekt. En daar hebben we toevallig een Argentavis. Kom eens hier.
Kom gewoon eens hier. Ik heb een talon nodig. Oh shit, ik had hem al. Hij is gevallen. Ik heb wel 2 Argentavis talons, zag ik in mijn inventory erbij komen. Eens even kijken. Heb jij iets in je inventaris? Ja. Nee. Heb jij het in je inventaris? Ja, 2 erbij hoor. Ja, 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 ja. Wacht. Ik lees dit nu even helemaal verkeerd. Fire talons, lightning en dit. En dan heb je de gatekeeper, crack, destroyer. Oké, deze hebben wij. Ja, dit zijn de tribute requirements. Maar dan heb je fire talons nodig. It can be obtained by killing fire wyverns. Ja, nee. Waar heb ik dan die fucking, hoe heet het, voor nodig? Dat is zeker dan weer voor een compleet andere. Nee, hier, Argentavis talon heb je dus nodig voor de broedmoer. Ja, verdik me. Nou, heel leuk en aardig die Argentavis talons, maar hebben we dus gewoon niet nodig. Niet als we gelijk voor de manticore gaan. Grappling hook. Dan zet ik op mijn crossbow. Ja, dan kan je er gewoon inderdaad eentje afschieten. Eens even kijken, hoe werkt dat? Oh, shit. Ah, ah, de zon. Oké, wacht. Hoe trek ik mezelf? Nee. Oh, met linker muisknop. Ja, hang je dan. Met je kutkop. Wie van jullie heeft het meeste HP? 4200. 53. Ja, Bert, jij bent de winnaar. We gaan naar ongeveer het midden van de map. Dus denk aan de grids 50-50. Waar het water allemaal is. En dan zou hier ergens iets moeten oppoppen. Kijk, daar hebben we het al. Okay, hoe zouden we dit inderdaad het beste kunnen aanpakken? Het is een niet al te kleine basis. Omringd met dino's van hoog level. Heel greenhouse, dat is niet boeiend. We moeten in deze kern moeten we zijn. Kijk, ik zie daar een turret staan. Automated turret, pincoded. Daarbovenop staan allemaal turrets. Maar kijk, dat kan ik dus net niet goed zien. Is die bovenplaat, is dat van metaal? Want die buitenmuur is wel van Adobe, maar volgens mij is die bovenste plaat van metaal. Ben je klaar? Want ik ben onderweg nu naar jou. Ja, ik sta op locatie. Maar ik heb een probleem aangeduid, zie ik nu, Harm. Die turrets die overal op het dak staan, die hebben een metalen ondergrond. Oh, fuck. Dus dat wordt een beetje kloten om... Dat is best wel kloten, ja. Dat soort ding kan echt wel 5000 damage of zo moet hij hebben. Daarom. Dus ik weet niet hoe die jongens dat van plan waren, maar... dit wordt een naar opdrachtje. Komen ze aan, hoor. Komen ze aan, z'n tweeën. Jet en Jul. Jet en Jul. Oh, wat doet hij? Jezus! Dat ziet er zo belachelijk dom uit. Maar wat is dat? Hij deed een halve dab en toen hij sprak. Maar ouwe, hij heeft gewoon een fucking Magneto helm. Ja, dit ziet er zo belachelijk dom uit. Oh, Joost, belachelijk. Je deed een halve dab en je sprong 500 meter omhoog. Dat was dat de meest epische ja, binnenkomst. Ja, hij was wel mooi, hoor. Dat was toch mooi, Rudy verneukte het eigenlijk helemaal naar links. Nee, dat ging meteen goed. Hé, hey, jongens, hoe is het ermee? Hé, hey, gezellig. Hé. Hey. Dat zijn de mannen. Hé. Hey. Joost, jij was een beetje verdwaald, had ik gehoord. Ja, joh, ik was daar, bij die brug daar. Zie je die brug daar? Daar was ik. Ja. Ik wist niet waar ik heen moest. Verkeerde natuurlijke brug. Maar, oh, nul oriëntatie. Wat voor Rex skin heb jij, joh? Dat ja, die is mooi, hè? Die is fucking mooie. Ja, kom, we gaan hem even laten zien. Oké, laten we doen. Even show. Het wil passen, anders gaat hij bijten. Nee, ja, dat is goed. Okay. Ja, okay. Ja, hij doet in één keer 1800. Kijk even naar zijn hoofdje. Kijk even naar zijn hoofdje. Ja. Wat? Oké, watch this. Oké, aan de kant. Ga even bij Harm staan, Don. Oh, ja. Waar sta je, Harm? Oh, daar. Ja. Ja, oké. Okay. Watch this. Hij kan niet schieten, hè? Oh my god. Dit is echt zo'n hoeinigste ding, maar Star Wars ook alweer. Zo'n fucking groot ding. Ja, zo'n lama. Zo'n 80-80. Ja, 80-80 zo, toch? Ja, ik ga niet meer schieten, letterlijk. Want die shit kost element, maar ja, hey. Auwe, wat dat is zo gaaf. Dat is zo dope. Hiermee gaan we de muur trotseren. Komen Don en ik al met ons spikeless. Hey, over muur gesproken, kom eens even bij het puntje staan. En hou je ouderwetse spikeless even paraat. Ja, we hebben alleen tech spikelessen, man. Ja, oké. Okay. Ah, prima, ja, dus doe maar weer zo. Die fucking tech. Het is een spikeless, dat telt. Oké, aan deze kant zie je een poort openstaan. Serieus? Waar? Ja, gewoon even kijken bij die metalen poorten, de tweede. Inderdaad.
Of de derde. Oh, ja, ja, die Adobe. Ja. Ja. Okay. Dus dat is handig. En, even kijken, al die turrets die op het dak staan, die hebben een metalen ondervloer. Dus dat wordt lastiger te onderbreken. Tenzij je misschien die muur aan de buitenkant pakt. Ja, je moet die Adobe wall denk ik al wel kapot kan, zodat die metal wall of geen metal ceiling geen punt meer om op te staan heeft. Precies, en dan rondom helemaal kapot. En inderdaad, dat moeten we gewoon doen met die T-Rex, want die heeft natuurlijk die guns die heel makkelijk door die Adobe heen gaat. Ja, maar de T-Rex moet wel eerst in de voortuin komen. Ja, dat is wel een probleem. We moeten inderdaad iets anders voor zenden. Klopt. Hoe krijgen we die T-Rex daar? Zullen we eerst eens proberen om met zo'n grappling hook er naartoe te knallen? Ik weet niet of dat mogelijk is, maar gewoon even om te kijken. Ja? Teken? Ik denk dat zou het niet vanaf onder kunnen? Ja, als we eronder gaan staan, is dat dan nog steeds te ver weg, denk je? Of misschien vanaf het puntje aan mijn kant zie ik hier ook zo'n steen die een beetje omhoog gaat. Jongens, dat gaat wel lullen. Ik heb hier een fucking grote hond staan. Die gast heeft een kanon. Ja, dat is ook een optie. Hij heeft een kanon mee. Kunnen jullie gewoon met een kanon op die muur gaan knallen en dan gewoon Is de muur tegen beuken? Ik probeer eerst even een tactiekje gaan verzinnen. Zullen we, voordat we dit allemaal gaan doen, zullen we met een paar met de draken gewoon letterlijk al die andere wyverns weglokken? Want die gaan sowieso opstijgen en die ga je achterna en die moeten we gewoon even weglokken daar. Okay, wie doet dat? Wie gaat dat doen? Dus ik stel voor, twee mensen van de vier schieten even op de draak zodat ze pist worden, stapt op een wyvern en vliegt meteen weg. Ja, laten we dan wel een andere hoek pakken. Ja, ik stel voor, Rudy en Dom, gaan jullie dat... Oh, timing! Jezus, man. Dus echt kut timing. Oh, mijn god. Nou, jongens, wie zet er even wat koffie? Alright, dus gaan we scouten en lokken? Ja, is goed. Dus stap 1 is om dino's weg te lokken en even nog zwakheden te vinden. Ja, oké. Don, zullen wij het dan doen? En dan gaan we even met de wyverns naar een plekje toe. Dat we niet, zeg maar, de andere dieren in gevaar kunnen brengen? Nee, precies. Ik stel voor dat we rechts gaan. Oké, gaan we rechts. Oké, wat zullen wij doen dan, Harm? Ik wil Kenneth eigenlijk schieten zometeen. Ja, dat kan zometeen al, zodra wij de meeste weapons hebben weggelopen. Ja, ik wil eerst even spectate inderdaad, hoe jullie dit doen en jullie begeleiden. We kunnen nu alleen de weapons pakken, aangezien de draken die kunnen niet vliegen. Oké, sta je klaar, Don? Een moment, dus je wordt aangevallen door een wolf. Oh ja, ik zie het zo. Jij ook, als het is. Wat heeft die? Oh, die had een flame. Ja, die had een gloed, dat is nieuw. Ja, dat is een pack leader. Is dat. Oké. Okay, maar heb jij een goed overzicht van de draken? Ik zie er hier een paar. Ik zie er ook een paar. Moet ik de silencer van mijn gun afhalen? Ik zal niet heel veel uitmaken, maar ik schiet gewoon op zoveel mogelijk draken die je ziet. Okay. Dat ze allemaal opstijgen. Oké, in 3... Pak jij die rechter draak of pak je die linker? Rechts. Ja, oké. In 3, 2, 1... Do it, guys. Ik raak ze stijgen niet op bij mij. Nee, bij mij ook niet. Dan staan ze op passive, denk ik. Dat maakt het eigenlijk wel een stuk makkelijker. Oké, wacht. Is dat ook bij die T-Rexen zo? Dat wil ik dan ook wel testen. Het kan zijn dat ze niet allemaal... Ik zie dat de T-Rexen, ze bewegen niet. Ja, T-Rex bewegen wel vast, maar... Oh, nee, serieus? Nee, ik zie niks bewegen. Nee, ik moest poepen. Het lijkt op dat alles op passive staat, joh. Ja. Ze hebben gewoon één keer passive gevlogen. Of werkt het alleen als we in de buurt komen van die beesten? Ja, probeer dat. Als het goed is, moeten ze gewoon boos worden. 100%. Ja, hè? Ja. Oké, ik schiet ook op die wyverns die helemaal aan de rand staan. Dat zijn hun guard wyverns. Dus die zijn ook gewoon stil. Die staan ook stil. Ik denk dat ze per ongeluk op passive hebben gefloten. Wauw! Dat is al daar komt een Argentavis. We hebben één boos Arg. Nou, knal die meteen overhoop, zou ik zeggen. Ja, wacht, laten we dat met de wyverns doen. IV-ammo. Don! Gebeurt er. Wat? Damage. Hij heeft me in 2 hits. Ja, hij doet 600 damage, Don. 2 hits? Daarom zei ik ook al van, we moeten eventjes op de... Ja, hij doet heel veel damage, goddammit. Oh, mijn spullen. Nice. 1 RG. 1 fucking RG. 1 RG, jongens. Ja, dat zegt wel hoe sterk ze zijn. Spectate hoe die basis van hun naar de tering gaat. Oké, wacht even. Oké, spectate nu, want ik heb nu 2 van die kennis. Waarom zeg je spectate? Waarom zeg je niet gewoon kijk? Ja, kijk. Ja, weet ik veel. Kom op. Ik kom even spectaten, man. Momentje. Ik heb er vier boven. Ik heb 2 keer geschoten. En dat heeft al zoveel damage aangericht. Oké, waar ga je op schieten? Linksonder, dus waar nu ook een gat in zit, zeg maar. Op de gates. Oké. Nee, niet op de gates. Nee, niet op de gates. Vol op de basis al, kijk. Ja, hij heeft de hele linker toren geraakt. Je hebt die zakte in elkaar. Raak die iets rechter de toren? Iets rechter? Hoeveel kanonnen heb je überhaupt? Ja, aardig wat. Kijk maar in dat ding. Oké, je moet eventjes die link voor. Link voor. Eens kijken waar die komt. Oh! Maar die gaat wel erg ver. Oh! Grote getallen!
Ja, je hebt wel, wat heb je nou geraakt? Oh, ik schoot hem er helemaal overheen. Hij moet iets ja, jij raakt er nou weer de achterste toren volgens mij. Aim down. Ja, dan moet je iets met een ondermikken. Komt-ie jongens, komt-ie! Dat hem. Ja, ja hoor! Ja, die was heel goed raken, die nice. Die is aan open. Perfect. Ja, maar ik denk dat je op die plek, of misschien een klein tikkeltje hoger, maar ja, op die plek moet je wel door blijven rammen. Dan vliegt hij weer omhoog. Oh, ja. Ik zou het gewoon zo doen. Ja, dit is het, jongens. Lekker, lekker. Dit is heerlijk, hé. Kunnen wij anders niet vanaf hier rocket launches op de muur schieten? Zodat uiteindelijk zeg maar de pilaar aan deze kant zakt? I'm down. Dan moeten eerst de turrets weg zijn. Ik kan er wel eens schieten als voorbeeld. Pas op. Shit, is dat al één? Oh. Holy shit, oké. Ik ben nu in het midden. Wat jullie allemaal doen, jongens? Jongens! Wat? Ja. Ik zie het stroomcircuit, zie ik daarboven lopen. Ik kan hem misschien uitschakelen, misschien onderbreekt dat het volledige circuit. Oké, go your game. Ja, inderdaad, go your game. Ik zie geen kopjes naar beneden. Nee. Ja, lekker alles naar beneden. Oh, dat zou wel mooi zijn. Dat zou zo vet zijn. Ja, kijk, als wij uiteindelijk zeg maar de metal base zien en als Harm die kan raken, dat zou wel heel erg... Waar de schoot? Oh, je schoot links. Wat? Hoe dan? Ik zie de rechter. Maar ik zie links rode getallen. What the fuck? Dan gebruik je die homing missiles. Ja, maar ik schoot rechtdoor en ik ging meteen een haakse bocht naar links. Oké, wacht. Anders schiet ik wel mijn rockets. Dat zijn gewone. Ja. Maar ze worden uit de lucht geknald dus, door de turret. Ja, weet je het? You sure about that? Ja, check maar. Oké, komt-ie. Right. Ja. Die worden inderdaad van tevoren beschoten. Daarvoor hebben we dus een bullet sponge nodig. Ja, maar waar kunnen we de T-Rex positioneren eigenlijk? De voortuin, maar ik vertrouw hun voortuin niet, of de route naar hun voortuin niet, zeg maar. Dat is toch die plek waar die T-Rex in staat? Ja, er staan meerdere T-Rex in, inderdaad. Maar omdat alles op passive staat, zou het kunnen, zeg maar? Ik ga kijken, ik loop er gewoon naartoe met de T-Rex en ik zoek het, ik kijk wel even of het lukt. Harm moet zijn ding doen. Ja, ik schiet een beetje met dit. Ja, jij moet gewoon blijven schieten. Ik kan heel even de bullets tanken, kijken hoe ik het overleef. Als jij dat moment kan nemen om te schieten, dan... Oh, ja. Kunnen we misschien even testen. Ik loop er nu naartoe. Ik hou mijn rocket launcher paraat. Yo, ik ga nu even checken. Ik schiet. Oeh, dit gaat hard. Ja, nee, het wordt geïncasseerd. Wow, shit, die had mee! Overleef je dat? Wat deed je? Je bent echt puur rood. Ik ben echt... Ik heb nu maar 4200 HP. Wat is er gebeurd, Rudy? Ik wilde het bullet sponge, maar... Nee, het werkte niet. Ze aimden toch op de rocket, zeg maar. Ja, okay, dus, er zijn zoveel T-Rex. T-Rex heb ik een deur eruit geblazen. Nice, oké. Okay. Lekker. Oké, ik ben binnen in een tuin. Oké, pas op voor traps en zo, hè, want deze zijn wel echt voorbereid op raids. Linker deur. Ik vertrouw die homing rockets niet, Don. Jij mag. Ja, ik geschieten. Waarom ging ik daarvoor mijn shirt kapot? Dat was echt heel raar. Oh jongens, ik heb het volledig... Wat? Doe geen damage? Ik zie geen damage op de structure de hele tijd. Ik zie geen damage op de structure. Hij zakt naar beneden, die rocket, dus je moet wat hoger schieten. Kan hij zo'n kabel niet kapot schieten? Kan dat? Gewoon zo'n kabel. Waar de fuck heeft die homing missile last van? Wat doe je? Ja, 1800. Oh. Ja, maar ik heb al 2 rockets geschoten en er gebeurt niks. Nee, dat zijn die homings, man. Die werken maar half. Hoeveel HP heeft zo'n deur? Ja, nee, die gaan linksaf, rechtsaf. Klopt geen kut van. Oh ja, je moet ze dus wel schieten. Oké, wacht. Voordat je stopt, stop ze met schieten dan? Ja, er komt er nog eentje. Of ja, deze okay. is. Okay, ja. Is al bijna kapot. Ik ga even C4's plaatsen. Oké. Right, jongens. Ja! Heb je het? Ik heb een heel stuk van die stroomkabel kapot gemaakt. Maar volgens mij is er nog geen turret. Nee, ik zie nog aan die voorkant. Lekker. Oké, dat is mooi. Volgens mij stond er ook niks meer agressief in de tuin. Oké, er komt ook helemaal niks naar me toe. Oké, er zijn heel veel archies. Oh my god, er zijn zoveel archies! Pas op voor die turrets, man, die doen echt... Ja, die archies, die doen niks. Oké, hier staan wel wat dingen op aggressive. Die biggetjes. Ja, maar die kwamen pas toen ik geland was, hè, dus pas op, ze kunnen op aggressive staan. Oh, jullie zijn daar helemaal, oké. Oké, ik zit op een base. Misschien zijn ze niet getriggerd door, zeg maar, hits. Oh, waarom werken die... Hit. Oh, turrets. Ja, pas op voor de turrets, inderdaad. Waarom werken die lasers van mijn T-Rex niet? Hier, ik schiet op de base. Zie je, er gebeurt niks. Super weird. Dat doet tering veel damage, toch? Schiet anders op een turret zelf. Maar ik denk dat we dichtbij moeten staan. Ik denk dat die range gewoon heel erg kut is. Ja, ik denk dat het. Dat zou kunnen, hoor. Want hier, kijk even naar deze deur hier onder ons, hè. Hier. Ja, dat doet damage. Zie je? Ja, dat doet tering veel damage, man. Maar misschien inderdaad effective range of zoiets. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we gewoon in de buurt moeten staan. Maar ja, dat gaat niet door die turrets. We zijn eigenlijk compleet afhankelijk van Harm. Ik denk dat ik gewoon heen moet lopen en dat ik dan gewoon al die aggro moet pakken van die turrets en gewoon zoveel mogelijk moet knallen. En dan gewoon kijken wat ik... Ja, één turret is down. Turen! Ah nee, maar die turrets die staan er nog.
Maakt niks uit. Als je, Don, als je eronder kan komen en je knalt een bazooka omhoog, dan ja, ja, dan ben je klaar. Nou, dat is waar. Dan zijn we klaar hoor. Ik ga even holy op shit, mijn, de hele dingen zakten daarin. Ja, wat we kunnen doen is, je kan zeg maar op mijn Wyvern gaan, Rudy, en dan Don daaronder droppen. En dan gewoon snel weer wegvliegen. En dan schiet Don zeg maar gewoon met rockets naar boven. Ja, maar die metalen kast in het midden. En ja, daar staan die turrets. Die staan hier gewoon neer, hè, die turrets. Right, jongens. Zit ook een turret. Oh, nice. Ja, de turrets zijn kapot. Turrets zijn down. Ja, dat is één alles. Kant. Lang die andere alles. Toren eigenlijk nog. Dat is ja, je moet eigenlijk de toren aan mijn kant pakken. En een paar turrets down inderdaad. Maar ik zie nu dat Metal Hawker achter. Daar probeer ik nu een beetje op te aimen. Als daar de generators in, dan is dat in één keer klaar. Ja, dat zou mooi zijn. Ze hebben wel wat damage. Niet zoveel, maar ze hebben 10k health. Dus dat is superveel. Ja, dit maar dit waren al mijn dingen. Oh, ik heb hem perfect geraakt, Rudy. Oh, nice. Ik kom er zo aan trouwens. Ik denk niet dat dat nodig is, Joost. Ik denk dat we nu, als we nu erheen gaan... Ik word beschoten door de turrets. Ik zit achter de muur te schuilen. Ik parachuteer weg! Wat zijn jullie? Wacht! Wat? Werkt dit? Oh, je wordt beschoten! Oh, pas op! Rudy, ga weg! Ga weg! Fucking parachute! Ik weet niet, kan ik een grenade? Doet dat nodig. Een beetje veel damage? Oh ja, ik heb cluster grenades. Ja, ik ook. Kunnen we die niet recht omhoog gooien hier proberen? Eroverheen over de, bedoel over de, je? Over de base in gooien. Kan ik gewoon doen? Ja? Fuck it. Oh, wat? Great. Oh, die worden uit de lucht geknald. Oh, ja, maar ze zijn uit de lucht geknald? Ja, klinkt best wel logisch eigenlijk. Kanonskogels anders maar weer? Ja, die kunnen we denk ik beter halen dan denk ik. Don, loop door! Ja, nee, ik ga denk ik naar beneden springen om overzicht te houden. Want dit ja, maar is ik kan niks meer doen, kunt. Ik kan hier niks ik ga naar meer beneden. Doen, uit de rex of zo? Oh, uit de rex? Ja, ik kan het wel droppen, maar dan glitcht het naar beneden denk ik. Ja, die draak sneuvelt hem dadelijk hard. Ja, maar die zit je ook echt flink te rachen. Ik weet niet of ik zijn HP kan zien. Ja, hij bloedt wel goed. Ik heb weer even een nieuwe hoek. Meest schiet ik nu echt op de toren. Nee. Stop. Ik zie de toren waar je op schiet, daar zit geen stroom meer op. Oh. De turrets zijn daar neer. Oh. Oké, nice. Oké, dus alleen de, zeg maar, de twee linkertorens voor jou, die staan nog powered. Oh, real? En, pas op. En die twee beneden turrets... Die zeg maar aan de echt beneden zijkant, die staan ook nog wel gepowered. Maar je die hebt zeg maar, kan ik niet met mijn sniper rifle op die jukebox schieten? Op die box? Op die... Weet ik eigenlijk niet. Die metal box? Die outlets. Ja, die outlets, ja. Oh, ja, dat kan je wel opschieten. Ik ga ook even proberen. Doe ja, die outlets moet je inderdaad juist raken. Maar dat doet geen damage in bullet of wel? Nee, het doet geen damage. Serieus niet? Nee. Ik durf ze me echt pist aan te kijken. Nee, het doet geen damage. Ja, ik heb een spot achter een steen in hun voortuin. En daarmee kan ik één toren hitten. Gedeeltelijk. Oké, wacht. Ik ga even van de andere kant bekijken. Want die zon die belemmert mijn zicht een beetje. Of de bullets zijn leeg. Nou, dat zou ook nog best wel eens kunnen. Ja, de bullets van de paar waren ze net ook al leeg. Had ik nou, gezien. Rudy. Volgens mij staan er die toren waar jij op schiet. Staan de kopjes een beetje naar beneden. Maar dat meen je niet. Wacht, ik ga eens even kijken. Of moeten we wachten op Joost? Ik ben er bijna. Ja, ik zie... hij staat wel op. Doe even powered. Één hit. Okay. Oh shit, ik kan ze niet altijd raken, want ik zie in die steen, zeg maar. Of ze mikken gewoon die kant op, zeg maar. Oh. Ja, ze mikken jouw kant op. Ze zijn niet met kopjes naar beneden. Nee. Ja, die gaat precies op het dak. Ja, er valt één uit. Je hebt één turret uit. Hij gaat er aan. Ja, hij zit echt op het randje. Hij triggert Rudy. Ik moet wel... Oké. Oh. Komt-ie. Yeah! Ja, nice, mooi. Nice. Oké, hij valt bijna om. Dat ding is nog maar... Misschien dat jij hem nog kan raken. Ik heb een plek. Ja, ik zie je schieten, Rudy. Ik raak er meteen de tweede. Raak die bos erboven. Ja, gaat goed. Daar gaat hij, jongens. Oh, hij geeft het echt bijna. Echt, dat laatste muurtje nog even. Het laatste muurtje, zie je hem, hé. Zie je hem, Don? Ik zie hem. Ik zie Rudy het laatste muurtje schieten. Dat was een goede spel. Oh, je kan ook op die pilaren, natuurlijk. Dan stort alles in. Maar dan is het foundationloos. Ja, maar die zijn metaal, hè? Ja, maar... Ja. Ik bedoel, met die pulse rifle kan je daar wel toch doorheen smelten. Ja, daar gaat hij! Dat was hem, of niet? Dat was hem! Alle turrets staan nog! Ja, de metal foundations die zitten ook nog op één paal. Je moet die paal raken. We rachen door. Ja, ik weet niet of dit iets raakt, dit. Nee. Oh, ja, daar gaat hij! Hardematten. Lekker, oké. Er is nog één buitenste toren. Ja, één toren nog met turrets. En bij mij staat er een turret ook aan de voordeur, zeg maar. Ja, klopt, ja. Er nog een turret, hoor. Die doet twee zijn dat er eigenlijk. Je raakte een turret, Harm. Sorry. Hoe de fuck hitten die turrets me überhaupt? Ja, is vet raar, hoor, hoe die hitten. Er staat een gate tussen.
Ja, dus nee, dan zal er waarschijnlijk zo'n kiertje zijn. Godverdomme. Was er hier niet die ene opening? Want volgens mij is dit de vrije opening. Harm, moet ik je Nope, geen vrije opening. Ja, kom maar aan. Wat? What the fuck is die damage? Zie die damage? Oh, ja. Graag gedaan. Oh mijn god, wat heb je gedaan? Mijn frames. Ik ben gewoon gecharged met mijn T-Rex. Ik kon er gewoon niet meer op wachten hoor. Ik kon er niet meer op wachten. Maar fuck dat hoeft it, ook ik ga niet. Ik ga gewoon later. Doe het, je kunt het. Ik zie alleen maar getallen. Ik heb echt geen zin meer om te wachten. Tering verlaag. Daar gaat die base. Wat? Helemaal naar de tering. Je game crasht? Ja, man. Wat gebeurt er? Joost, wat doe je? Joost! Ik heb de hele base opgeblazen. Joost is vernietigd van mijn game. Hoe heb je dat gedaan? De T-Rex. Ik zei het je dat het een goed idee was. Holy shit, maar ik heb het gewoon gedaan. Is elke turret nu stuk? Nee, er is nog één turret, maar ik zie dat hier staat. Hier zit ook nog vet veel turret, Joost. Yeah. Kan je alsjeblieft die turret even uitschakelen? Mijn game is gewoon gecrashed voor jouw damage. Volgens mij is mijn game nu ook daar. Gecrashed. Niet. Nee, never mind. Oh, Joost, wat ben je aan het doen, joh? Die damage. Ja, er staat nog een turret aan onze kant, waar Rudy en ik staan. Lig je daar veilig? Ja, ik lig veilig. Oh, ja. Oké, wat? Natuurlijk aan onze kant staan die turrets nog net aan, hè. Yo, fuck, ik ga parachuten. Ja, ik ga ook parachuten. Ik weet niet waar de turrets zitten, maar ik heb heel veel geraakt. Ik kan alleen niet zien waar de turrets nog aan staan. Bye. Dag. Ik ben dood. Waar vandaan? Ja. Dus ja, volgens mij zeg maar aan de kant waar we achter die muur stonden. Nee, daar niet hoor. Nee, die richt namelijk de andere kant op, dus... Jezus, Joost. Die deze fucking gun, ouwe. Dit zijn die pulse rifles. Dit is de kracht van die fucking pulse rifles. Ook gelijk die T-Rex, die tech zadel. Die T-Rex die bufft zoveel, jongens. Het is echt gewoon. Dat was de laatste turret. Ja? Hoe? Ja, ik ben gewoon naast hun base. Kijk waar ik sta. Ja, ik zie alles powered down. Maar ik wil met een blast naar binnen. Oh, wat deed je? Even wraak nemen voor de disconnect sessie. Kan ik niet geforceerd in een game komen? Rudy, ik moet echt minuut wachten. Nee, dat kan volgens mij niet. Ik ben hier. Kom eens even naar me toe. Want jij hebt nog C4, ik heb geen C4 meer. Dan al die pego's ook op. Alles staat op passive. Ja. We hebben hem bijgekild. Oh, Henk de Steen. Rest in pieces. Oh, wacht, dit is een fabricator. Ik zit even in een fabricator te kijken. Yo, 312 Black Pearls. Die heb ik even meegenomen. Lekker. Hey. Koering. Hier liggen heel veel guns. Moet ook echt vier direct. Maar oké. Okay, ik kan niet binnenkomen. Geef mij even die C4. Nee. Jij hebt de Rex Glory ook. Ja, maar ik heb er al een C4 opgeplakt. Oh, wat? Ja, daarom. Er zit al ja, maar je moet er meer op, hè? Ja, maar oké. Okay, maar kunnen we ze... Mag ik niet gewoon een raketje afschieten? Oké. Dat kan ook. Oké, okay, even afstand, jongens. Afstand. Wacht, hit me dan niet... Oké, 3, 2, 1. Badaboom. Wow! Jezus. Tering, is de deur wel kapot, of niet? Ik weet niet, ik zie het niet door alle getallen heen. Ik ook niet. Ja, de deur is kapot, Ja. Oh, alleen de deur ook echt, ik ben binnen. Hun hebben al... De vaults, jongens, we zijn bij de vaults! Oh, wacht even, jongens. Oh my god, de vaults, we moeten wel even op Harm wachten. Is nog gewoon niks. Ik wil binnenkomen! Mag ik iets doen, omdat we toch op Harm moeten wachten? Wat wil je doen? Oké, even uit de kamer. Je wilt al deze dingen opblazen? Nah, zoiets. Oké, okay, ik zou even afstand nemen. Ik heb hier de Fall Element gepakt. Oh, je gaat de cluster grenade erin gooien. Oh, ik neem afstand. Oh, nee, dat zijn geen cluster grenades. Dan ben ik zelf knock-out. Dat zijn poison grenades ofzo. Nu slapen ze, nu vallen ze ons niet meer lastig. Ze vallen ons sowieso niet wat lastig. Wat doe je, Joost? Ik gooi er meer bij. Joost, kun je hem even meeslepen? Ja, wacht even tot de gas weg is. Oh, je ligt hier. I dropped the bomb. Ik heb je. Top. Je moet wel even in de fab kijken wat je kan gebruiken. Zo! Zilver, ja, alles! Hierdoor liggen wat? Nice, oké. Okay. Yo, die dingen slapen ineens. Oh jongens, ik heb een boekshelf gevonden. Kijk wat ze hebben. Mastercraft Pump Action Shotgun. Journeyman Riot. Wow! Dit is waanzinnig, jongens. Graai. Hey, Donnie, ik heb een compound bow. Ze hebben hier allemaal fertilized wyvern. Ik heb al een compound bow. Ja, maar niet zo'n fat pro. Mochten jullie nog een wyvern willen? Joost, ik heb zo'n goede loot hier. Pump Action Shotgun. Wat hè? Neem ik mee. Ik kom gewoon erin. Oh, we hebben geen iets. Oké. Okay. Pak die Black Pearls, jongens. Hey, ik zie daar een Manticore. Ik heb een mooi mutsje. Artifact, ik neem die artefacten mee. Ja, jongens, let op je health. Je gaat super snel door. Jongens, jullie blokkeren hebben. Helemaal vergeten. Ik was helemaal vergeten, in de metal hok ga je dood. Ja, zullen we dat hok gaan opblazen? Ik bedoel, er staat toch niks meer. Ja, we kunnen het wel even opblazen. Wacht, ik ben nog even aan het looten, wacht. Hoe wil je het opblazen? Ik wil een raketje schieten. Die lagen in het midden onderuit. Ja, maar gaan dan niet alle dingen kapot? Alle defaults? Nee, ik schiet gewoon de buitenste muur. Schiet het van onder, ja? Alleen de pilaren in het midden doen.
Bam, die pilaar, ja. Oké, wacht, ja. Komt-ie. Dan valt de loot gewoon onder. Lekker, ja, op die middelste pilaar. Ja. Bam! Ja, lekker, ja hoor. Lekker, was dat, hoor. Nee. Het zakt allemaal in, pas op. We moeten echt het midden van de doos moeten kapot hebben. Well, is het nog steeds niet stuk? Nee, wacht Oké, de floor. Even hier, dat is het. Bam! Was dat hem? Ja, hij zakt nog steeds in. Nee. Valt wel iets. Die pilaar. Ik zit even te kijken in al die turrets. Ik pak gewoon lekker die advanced rifle bullets. Ja, daar heb ik er ook wel echt fucking veel van. Ja, jezus, groene getalletjes alom. Groene getallen. Oh my god, we hadden zoveel bullets erin zitten. Dat is niet te doen. Yo, is dit voldoende of niet? Hoeveel hadden ze? Ja, nee. Pas op, jongens, die pilaar waar jij bij staat, Rudy, die moet ik hebben. Pas op. Ik denk dat dat een van de een dat het heel belangrijk is. Rudy, kijk uit! Nee. Die hele weef ging over je hoofd heen. Crash games. Oh, de valt gewoon naar beneden. Talents en nog een artefact. Van artefacts. Pak de artefacts Joost, even. Joost, ik heb 3 artefacts verzameld. Wow. Oh, holy ja, shit. Ja, verzameld ze, dan kunnen we onze verzameling in één video. Dan kunnen we onze verzameling weer aanvullen. Yo, fertilizer! Ja, goed. Die riots. Kijk, al deze... Hey Don, dat heb je toch ook tekort? Moet je kijken hoeveel fertilizer hier ligt. Een 3 tassen vol. Jezus. Ja, dag. Neem het mee. Zoveel heb ik ook weer nodig. Shit. Ik heb heel veel jongens, dit is de laatste. Deze moeten we nog doorrachen, dan zijn we er één. Okay, ik heb de beste loot ooit. Wat heb je? Journeyman Spino Saddle. Oh, zo nice. Nuttig. Super nuttig, hebben we niks aan. Boom! Ja hoor, daar gaat de rest. Jezus. Holy shit, ja, al die beesten hebben... jongen. Oh, die Pego is pissed. Wat? Ja, die Pego is. Is hij pissed? Ja, hij was gewoon eventjes boos. Oh jongen, al dat zilver. Holy shit, maar ook gewoon al die paar... Oh, fire talents, die hebben we nodig. Ja, pak die talents. Er liggen heel veel talents in. Er ook fucking veel artefacts. Die kun je ook gebruiken. Ja. Deathworm horns hebben we vast ook wel nodig. Kunnen we nu concluderen dat we wraak hebben genomen? Ja, nee, wel. Nee, nog niet, man. Nee, kunnen we nog even op een lijk scheiden of zo? Iets in waar is een lijk? Dat is wel heel erg naar, hoor. Gewoon poep in een lijk doen, weet je wel. Joost, weet je de anticlimax? Al die zakjes, wat is de anticlimax? Hadden we ook gewoon meteen kunnen doen. Ja, we hadden meteen hadden kunnen we in beginnen. De... Ja, ja, ik stond, joh, ik stond in me er niet tuin. Over. Jongens, darmen opladen. Ik heb iemand gevonden. Oh ja, ik zie het, ja. Kom hier. Ik heb Bob Ross, blauwe. Ik ben te zwaar. Ik ben te zwaar. Ik ben nog steeds te zwaar. Ja, Don, je bent ook zo gierig. Hey, ik pak echt alles ook gewoon. Moeten jullie poepen of oh, niet? Oh, dit? Ja. Ik moet even kijken hoe ik kan. Nee, je hebt hem gekillt! Ah. Ik killed hem. Zullen we gewoon in huis gaan? Ik vind het prima. We hebben de jongens... We hebben ze scotch. Ik ga nog wel even mijn draakje volladen, hoor. Koeken, ja, denk ik wel. Ja, ik ben zo'n gretig hond. Ik zie nu allemaal nieuwe items. Ik ben gelijk gretig. Ja, ik ook nog. We moeten daar een reet voor hebben. We moeten wel echt even... Want het heeft ook veel gekost natuurlijk. We hebben gewoon gas. We zijn hier zo lang mee bezig geweest om hier binnen te komen. Wat doe je? Ik heb geen het laatste beetje. Nou, weet je wat, dan doe ik het ook nog even. Ja, ik zag Jezus, een zwarte punt. Jezus jongens, ik zag nou een kijk, dat is ook nog een zwarte punt. Dat jongens, zwarte punt. Okay. Oh, oké, okay, ik ga er vandoor, bye. Ja, Harm, stop even met schieten. Stop. Ja. Ik wil dat je van Joost was in dicht... Wat? Wat ga je doen? Ik wilde gewoon even kijken in deze, wat doe je? In deze kist. Falling damage van de parachute en toen hitte en then I died. Dit is we zitten puur te genieten, hoor. Ja, tuurlijk, maar ik zag een zwaktepunt. Het hele dak zakt er even in. Auw, ik heb hier een dingetje met echt 20 Wyvern eggs. Wat? Wyvern level 12, Wyvern level 16, Wyvern level 12. Ja, dat is een refrigerator. Ik zei ik net deze, ik zei net. We hebben ik heb hem, Vertelden jullie net al dat er heel veel Wyvern, fertilized Wyvern eggs lagen? Nee, Don. Ja. Neem alleen de hoogste mee. 92, 80. Gierig, ja, wij zijn flink gierig, hoor. Jongens, jullie gaan het wel redden, denk ik, met de lootings. Jawel. Jullie gaan gewoon weg, Ik sta vast. Nah, ik draag weer te veel. We gaan gewoon weer naar huis. We vinden het mooi geweest. Oi, Rudy. Ja, man. Ik heb het echt warm. Hey, maar om de pijn te verzachten, ze hebben nog een base. Parapapam. Ja, oh, bij de rode toren, toch? Ja, rode toren. Godgloeiende. Hier liggen de Black Pearls. Dus we zijn niet heel kwaad geweest. Nee, maar we hebben ze in ieder geval wel even een klap op hun kop gegeven. Nah, dit was lang overdue, deze raid. Ja, sowieso. Harm, laat het nou! Sorry! Ik ga naar huis toe, ik vind het ja, wel jongens, het best. Jongens, succes met jullie lootings, wij gaan er ook vandoor. Jojo! Groetjes. Ik zie een groepje Pego Mustaks, mag dit? Oké, de laatste. Zie je het, hé? Nee, ik ben alweer weggevlogen. Okay, ik moet mijn fertilizer veilig brengen. Je fertilizer? Dat is de belangrijke loot. Jezus, we zijn hier zo lang mee bezig geweest.